aangesloten bij de vrouwen op een Nederlands kampioenschap. Hier Corrie de Bruin voor haar eerste poging. Corrie de Bruin, de Nederlands kampioen van vorig jaar. En zij houdt ook een Nederlands record met 18 meter 12. Nou, dat zal in de buurt komen van haar Nederlands record. Ongeveer op de 18 meter lijn. Niet helemaal tevreden met deze uitvoering. Ze raakte de kogel niet helemaal. Je kan het ook zien, hij komt iets aan de rechterkant in de sector in plaats van recht voor. Maar toch een goede afstand van net over de 18, 18 meter 6. Slechts 6 centimeter onder haar Nederlands record. En hiermee haalt ze ook de limiet voor het WK in Parijs. WK in Parijs, indoor, waar zij zeer waarschijnlijk niet naartoe zal gaan omdat ze toch de voorkeur geeft aan het discuswerpen. Tweede poging hier van Lia Koeman. Lia Koeman die de afgelopen tijd in China is geweest om daar te trainen met een aantal Chinese kogelstoters. Laten we eens kijken of zij daar iets opgestoken heeft. Dit is haar tweede poging. Ze komt net over de 16 meter. Ze heeft dit seizoen al bijna 17 gestoten, 16,91. Daar zit ze dus nog ruim onder. ...16,07 meter voor Lia Koeman in de tweede poging. De tweede poging hier van Jacqueline volmachtig. Haar eerste poging was ongeldig. Jacqueline heeft dit seizoen al bijna 17 meter gestoten, 16,73. Ze is eigenlijk meer een discuswerpster en doet dit wel gestoten er zomaar bij. Deze poging is wel geldig en ruim over de 16 meter. Na de kogelstoten weer een afwisseling voor de wintertraining. Ook zij is naar het buitenland geweest, is een aantal weken in Cuba geweest waar zij heel goed heeft kunnen trainen. 16,62 meter voor Jacqueline in haar tweede poging. Ze staat ermee tweede achter Corrie de Bruin. De 20-jarige atleet uit Harrikswald-Giessendam, Corrie de Bruin voor haar derde poging. Corrie de Bruin bijzonder succesvol als junior, wereldkampioen, Europees kampioen, zowel kogel als discus. Komt hier net over de 18 of net onder de 18. Zij probeert haar Nederlands record hier te verbeteren. Het staat op 18 meter 12. In haar eerste poging kwam ze tot 18 meter 6. Heel dichterbij. Gespannen kijkt ze naar de afstand. Nee, het is minder. 17 meter 94. Poging in de finale van Lia Koeman. Lia Koeman is niet echt in vorm vandaag. Ze stoot regelmatig af van rond de 16 meter vandaag, terwijl ze toch naar die 17 meter toe zou moeten. Haar beste poging tot nu toe was in die tweede ronde 16 meter en 7 centimeter. Ze verbetert zich hier tot 16,11. Jacqueline volmachtig, nu toe 16,62. Deze stoot lijkt iets feller. Wederom denk ik ongeveer dezelfde afstand rond die 16,60, 16,70 misschien. Bijzonder krachtige tante. Jacqueline Gormachtig zal de komende twee maanden 16,66, slechts 4 centimeter verder dan haar beste poging tot nu toe. Zij staat nog steeds tweede achter Corrie de Bruin, die 18 meter en 6 heeft staan. I'll be back.